horen dan alleen de geluidje die piepen. Dat is een voorwaarde. De cameramensen omver rijden. Het beweegt? Meen je dat? Ja, dat is een goeie, ik heb dat nog niet gevoeld. Dat voel je zo bewegen. Dan moet jij stil blijven staan, eigenlijk. Oh ja. Ja, ja, ik voel het, ja. Nee, ik een beetje. Ik heb iets beweging en zo, hè. You can assure me that it doesn't go like the Titanic? Ja, I'll have my guys take a look at it. The Titanic scene in Pittsburgh. Jong. David, what are we going to do against the airport? Power? Can I shut them down? Het is niet zo hard dat je de muziek niet meer hoort. Maar het is toch altijd een desonant natuurlijk. Als je een leuk muziekje hoort en je hoort een vliegtuig eroverheen. Kijk, die raakte met zijn wielen net even het dak. Volgens mij. Wat is dat? Ja, dat was een vliegtuig. Oh. Die volgens mij de landingsbaan geweest. Nee, maar weet je wat het voordeel is wel? Ze landen hier allemaal, hè. Als ze zouden stijgen, dan is het geluid 20 keer zo hard. Ik denk dat het gewoon dat hele ding, dat er niks gebeurt. Dat hele constructie gewoon als één plak een beetje, dat het ook niet zo erg is. Maar het is nooit slecht als ze nog een keer nalopen. Ik denk dat ik een gelukkig mens ben dat ik dit mag doen, dat ik dit kan doen, dat ik samen met Marjorie, met wie ik al 31 jaar nou samen ben, dit van kleins af aan heb mogen groeien. Er is geen manager die mij gezegd heeft, jou ga ik beroemd maken. En dan 2 jaar later, poing, weer laten vallen. Dus ik heb het helemaal zelf klein mogen laten groeien. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ik mezelf de tijd heb kunnen geven om dit nu te doen. Zonder mensen zeggen wel eens, ja, ga je nou niet naast je schoenen lopen? Of waarom ga je met al je geld niet in New York wonen? Dat is een onzinnige vraag. Waarom zou ik in New York moeten gaan wonen of naast mijn schoenen lopen? Ik ben degene die ik toen ook was. Ik kijk bijna iedere avond naar het concert. En dan zul je misschien denken van, jee, dat is saai. Maar dat is het helemaal niet. Dat vind ik echt, dat doen we toch ook voor. Dan zie ik ook de mensen, hoe ze opbloeien. Allemaal opgedirkt en misschien wel een aparte jurk of pak gekocht voor deze avond. Kindertjes meegenomen, opa en oma meegesleept. Die komen allemaal hier naartoe voor dat wat wij samen allemaal hier opgebouwd hebben. En dat geeft je echt wel een drijfje. I brought my daughter because she plays violin and she loves André. And it was fantastic. We just enjoyed the whole thing and we danced and hummed to it and just had a great time. You say hi, André. Hi, André. We love you. This is Elizabeth. Elizabeth, and she plays the violin. Hi, Elizabeth. You're signing her music book. Oh. Her music teacher will be very happy to know. To Elizabeth. Wall. That's good. Can you sign? Yes, I can. Please. What age did you start playing? Five. How old are you? Seven. And you played 2 years now, or 1 year? Two and a half. Two and a half. So you started at 4 and a half.
At five. We stonden om op te komen achter in de zaal. En er was ook een vader met een klein kindje. Die, ja, ze is door jou is ze viool gaan spelen. En dit is echt, er zijn massa's kinderen die, die viool zijn gaan spelen door deze... Ik weet ook niet, dat is een walsgarage. Ik denk dat dat, wat ik ook op de bühne zeg, van als iedereen muziek zou maken. Ik meen het eigenlijk heel serieus. Doet er niet toe hoe oud je bent. Begin een instrument te spelen. Dan merk je, ja, het is een verrijking van je leven. Je gaan ineens hele gebieden voor je openen. Hey, dat wist ik niet. En dan kun je samen spelen. Je kunt hele leuke dingen doen. Dat is echt, kan ik iedereen aanraden. But this is not crocodile, this is... No, printed Yes, printed. It's a leather, but yes. On that wall is our crocodile right there. Yes. Mm-hmm. Let's see that. Oh my God. $600. Yeah. It's crazy, yeah? Uh-huh. Thank you. Hey, that's going singing. Uns macht das sehr Spaß. Wir sind sehr froh, mit, zusammen mit André und mit der Truppe zu sein. Die sind sehr, sehr nette Leute. Die sind lustige Leute auch. Ich denke, ich bin auch genug lustig. Deswegen treffen wir uns sehr gut zusammen mit. Tommy! Wow. Er ist aber 40 geworden, ja? Mensch, der Superschnapp. Tolle Sache, wa? Nou, toch bijna een vrouw als ze op schoenen aankomt. Ze zeggen dat vrouwen veel schoenen kopen, maar Bela is het slaat dan toch wel alles, hoor. Dat is geweldig. Ik kom ook elke keer met mijn andere schoenen. Het liefst krokodillen schoenen, leuk die wel pony schoenen. Dat is geweldig. Ja, les hommes, ja, les femmes, en ja, Bela. Hij is slimmer als de vrouw, de man. Ik vind niet altijd mooi wat hij draagt, maar het past maar bij hij draagt hem. Het wel met flair. Ja, ja. Are you ready, boo? Start walking. Wauw. Nou, mijn vriendje heeft een nieuwe motor gekocht en dat kun je hier zien. Hij heeft hem net gekregen. Dus jullie hebben nu verbinding met elkaar? Ja, we hebben nu verbinding met elkaar. Ik denk als je veel weg bent, is het toch gewoon heel belangrijk dat je goed thuiscontact hebt. En dat is via deze manier is dat echt fantastisch. Ik ben met mijn broer aan het bellen, want zijn vrouw staat op het punt om te bevallen. Dus ik moet bovenop het nieuws blijven. Met mijn moeder in Brazilië. Misschien zij is thuis, zo. We bellen altijd. Als ik online ben en zij ook, dan ben ik, oh ja, man. Heel leuk. Maakt niet uit welke tijd en hoe laat. Heel leuk. Zo, ik hoop dat zij is thuis. Ik ben Braziliaans, maar ik heb ook Italiaans bloed. Mijn vader is Italiaans. Ik kwam naar de Conservatorium Maastricht te studeren voor 2 jaren. Daarna was ik weer in Brazilië en dan opeens de telefoon ring en dan ik krijg André Rieu zelfs in het telefoonapparaat en dan hij vraagt mij, wil jij op, met mij op tour? En ik heb, oh, ik was helemaal in shock, maar ik heb zo ja meteen gezegd en dan ben ik hier. Dat is mijn 4e jaar zo, hartstikke leuk. I have a concert in Chicago, and in this time, my mother is there in Baltimore for a congress. So, zij komt
na de concert, om de Chicago concert te zien. We gaan een beetje praten, een beetje knuffelen en zo ontbijten en dan weer terug naar huis. Maar deze één dag vind ik al dat ik ben zo gelukkig dat ik kan mijn moeder zien. Zo, met deze kleine dingen kun jij dan verder gaan. Ja, en jouw hart vol met de energie weer. Doen we die? Beter? Ja, dankjewel. Die is heerlijk. Bela, du bist im Fernsehen jetzt. Du bist im Fernsehen. Hab ich getan. Bleib so sitzen. Bleib so sitzen. Hast du deine Schuhe schon gezeigt? Nee, die andere. Nee. Oh, was jammer. Ja, die haben mich gefolgt. Ja, du müsstest deine ganze Sammlung mal zeigen. Ja. Overal, aber die kommt, guckt, die Schlange leere Schuhe. Ich denke, dass es Schlange leere ist. Ja, die sind alle, echt, hè? Alle echt. Krokodil. Ja, of krokodil, ja. Echt krokodillenleer voor 10 euro de paar. Maar hij heeft er zo plezier in. Ik had toevallig een paar krokodillenleren schoenen laten maken. Omdat ik heb twee verschillende voeten. Dus dan laat ik mijn schoenen maken en dan heb ik tenminste geen pijn meer aan mijn teen. En had ik ook krokodillen, maar die waren zo fout als wat. Dat heb ik één keer met carnaval aangehad. Toen was ik als maffia gegaan met een dikke sigaar. Dus dat paste heel goed bij die schoenen. En ik heb die aan hem cadeau gedaan. Hij was zo blij als een kind daarmee. Dus ik heb ze ook al een keer gezien dat hij ze aan had. Hij had wunderschöne schoenen. Zeer, zeer exclusief en schöne schoenen. Hij zag niet hier toe, maar hij zag het. Ja. Ah, Bela is... Ja, dat is een heerlijke persoonlijkheid. Echt een fantastische kerel. Alle drie trouwens, die drie tenoren zijn gekke kerels, maar heel leuk om mee te werken. De andere twee, de ene is in Australië, uit Tasmanië, Gary. Een hele hoge, mooie stem, fantastische, mooie, hoge stem. En Thomas is uit Düsseldorf hier en die zingt daar aan de opera. En die heeft een hele warme tenorstem. En die drie samen, je weet niet wat je hoort. Het is zo mooi, het is zo mooi geluid. Als je ze samen hoort kibbelen, het is werkelijk. En dan moet ik daar echt... Zo, en nou is het afgelopen, hè, bij de repetities ook. En dan zeggen ze, ja, maar die hoge noot, jij zong veel langer die hoge noot dan ik. En dan zit ik zo echt te kijken, je hoort het toch niet van... Ik dacht dat volwassenen waren. Is heel leuk. Ik weet, in de mitte speelt de wiederholung. En niet van Anfang, sondern in de mitte. Bitte. Du hast eine sehr schöne Stimme, aber wenn du singst, da gehen wir noch mal. Ja, da capo, da capo, da capo, da capo. Von ganz vorne. Van ganz vorne, ja. Lol is iets, dat kun je niet maken, dat kun je niet faken. Die lol die is er of die is er niet. En lol kun je alleen maar hebben als daar een ontspannen sfeer binnen een groep is. En dat ontstaat altijd spontaan. Dus er zijn, wat dat betreft, zijn we allemaal aan elkaar gewaagd. En iedereen is bij ons wel in voor een lolletje hoor. En dan heb ik het niet alleen over de blazersgroep, maar heb ik het over het hele orkest. Oh.
Dat is een leuke voorbereiding van de vlucht morgen. Humor is ook relativeren. Relativeren van allerlei dingen. Mensen zeggen vaak, is het niet erg om zo beroemd te zijn? Dat, helemaal niet, want ik relativeer dat. Wat is nou beroemd zijn? Dat is helemaal niks. Dat is wat de mensen ervan maken. Ik ging als klein kind al heel vaak in gedachten heel ver van de aarde af. En dan zag ik daar dat bolletje daarachter. En dan dacht ik, ja, eigenlijk zie je geen grenzen, je ziet geen rassen, je ziet geen verschillen. Het is gewoon allemaal... En dat doe ik eigenlijk nog heel vaak. Dat ik moet ook wel natuurlijk als leider van zo'n clubje. Dan heb ik natuurlijk de taak om te zorgen dat er vanavond een concert is. Maar ook volgende week, maar ook over 10 jaar. Dus ik moet al die verschillende gezichtspunten moet ik altijd samen bekijken. En dat is een beetje wat ik ook op de bühne wil brengen. Alles een beetje van een afstand zien en niet zo serieus. En niet zo. Tegelijk is het weer wel heel serieus. Ik neem mijn vak heel serieus, maar mezelf niet zo serieus. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. En dan hoor je niks. Dus ieder jaar. En dan ga ik verder in het Frans. En dan krijgen zij stapels brieven. I didn't understand. Zenuwachtig zal hij zeker zijn. Dat weet ik zeker dat hij dat is. Iedere avond. En voor een special bijvoorbeeld echt reuze zenuwachtig. Of morgen bijvoorbeeld moeten we na 4 weken toeren in Amerika, moet hij het even in het Frans doen. Het programma. Ja, moet hij wel morgen doen. En dat heeft hij dus morgen. Hij zit al een paar dagen is hij ermee bezig. En morgen heeft hij dan nog in de bus om het door te nemen. Maar dat moet er wel staan morgen in het Frans. Ja, hij liever dan ik. Absoluut. My orchestra and I, we are going to surprise you tonight. On va vous surprendre avec des mélodies romantiques. Deutschland, Holland. Ja, ja. Nein, Deutschland. Oh, I'm so emotional. It's really like every emotional in one day. Like, I don't see her for almost 1 year. So, I cross the world to see Carla. It's nice. Special. Yeah, it will be special. We'll be singing for her tonight. I told you before that tonight is going to be a man's evening. Man's evening complete. Beer. Women, exactly. We brought you one from Europe. Woman. She's delightful. She's charming. She's breathtaking. She has long blonde hair. She's nice, wise, and intelligent. She has a mind-blowing temper. Above all, ladies and gentlemen, she can sing like a bird. He's going to sing for you the Yulishka from Budapest for an enormous applause. Carla Monteretti! Fast, I fight. Love is your mission's life.
altijd leuk temperamentale dingen te zingen. Met een beetje dans, een beetje bewegen, een beetje van de energie. Een beetje te doen, iets te doen in de bühne. Een beetje bewegen, een beetje dansen, een beetje temperament. Zo spelen met het publiek, zo klappen. Ik vind als meer dynamisch is de stuk, meer krijg ik de wauw. Bravo. She's gorgeous. Hey, mama. Congratulations. Hey. And thank you for this opportunity to see you again and to the magnificent show that I saw. Thank you very much. You were crying with them. Yes, quite a lot. With them. Oh. But you were also a lot of dancing. Yeah. And singing. It really was interesting. But she is wonderful. You can be proud of a daughter like that. Thank you. You can be. Thank you. Thank you. As a singer and as a human being. Perfect. He is. Mm. He is the master. It was a great, great pleasure to work with her all these years. Yes. Thank you. My pleasure. My God, I cannot even express that so much. It was really very nice. Made me really grow in life. And you're really an inspiration and in everything. Time, you discovered a lot of things. Yes, that's true. Yeah, really in inspiration everything. In everything. Thank you, sir. It was a pleasure for me. It was on my side. Thank you. And I thank you for a daughter like that. I love her. That's my mommy. It's wonderful. Bye bye. Bye. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. Ik heb altijd gezegd, ik verhuis maar voor één stad uit Maastricht. En dat is New York. Kun je je voorstellen waarom ik dat zeg? Kijk eens hier. Dat is toch chic, hè? Dat is echt, ja, ik vind maar één stad ter wereld waar je voelt dat er zo ontzettend veel gebeurt. Ik vind New York net een allesomvattend monster. Maar dan niet een monster in de slechte zin. Maar dit blijft maar doorgaan. Dat kun je niet stoppen. Dit is onvoorstelbaar. Het is echt chic. Goh, waarom zouden we die toeteren? Nou, en hier hebben we dan dadelijk ons kantoor, hè. Jetzt machen wir das einmal mit Rauch. Ja? Dann kommt Rauch da und dann gehst du hierher. Ja? Versuchen wir das, ja? Ik had hem vergeten te zeggen, als je daar staat onder Mireille en zij doet die roffel, dat is natuurlijk een gigantisch lawaai. En dat had ik hem vergeten te zeggen, was zo stom achteraf. Dus hij komt naar buiten en ik zag dat er iets was. Ik dacht, oh god, dat is natuurlijk die roffel op die pauken. Yes. Ja, dan guck ze daar, dan guck ze. Had het je angst gemaakt? Nee, ging het? Oder? Een beetje? Een beetje, ja.